Hoi en welkom bij weer een nieuwe Fan Friday video. En deze video wordt echt mega tof met heel veel leuke dingetjes erin. Dus als je er zin in hebt, vergeet dan zeker niet om het alvast eventjes een duimpje omhoog te geven. En laten we proberen om voor de like-off van vandaag de 9334 te halen. Ik ben benieuwd of dat ons gaat lukken. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Het is heel erg makkelijk. Je hoeft alleen maar op de abonneerknop te drukken. Het is natuurlijk gratis. En op die manier blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. Zodat je er nooit meer eentje hoeft te missen. En laten we dan meteen doorgaan met het eerste gedeelte. Namelijk fanart. Zoals je ziet komen hier allemaal verschillende soorten fanarts langs. Met het getal 4. En dat komt omdat we op dit moment bezig zijn met de aftelparty. Het is namelijk nog maar 4 weken voordat mijn single uitkomt. Het liedje heet Brick Wall. En het komt 20 januari op een vrijdag uit. En ik vind het zo spannend, want het komt steeds dichterbij. En oh my god jongens, 4 weken is dus gewoon nog maar 1 maand. En ik kan zelf niet meer wachten. Ik heb echt zoiets van, waarom gaat de week zo slow om dat aftellen tot de volgende week, zeg maar. Maar in ieder geval, tijd gaat vooruit. Dus het komt er uiteindelijk wel. En omdat het een aftelparty is die we samen vieren, is het natuurlijk wel leuk om iets terug te geven. Dus iedere week vertel ik jullie iets leuks of laat ik jullie iets leuks zien. Vorige week heb ik jullie verteld wat de naam van het liedje is. Namelijk Brick Wall. En jullie hebben het zo ontzettend goed ontvangen. Ik ben echt heel erg blij dat jullie het een leuke naam vinden. En in deze video ga ik de cover art laten zien. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog wel eventjes vertellen over de fan art. Want ik vind het echt super geweldig. Ik vind het zo ontzettend leuk dat jullie dit allemaal maken. En jullie zijn zo creatief. Ik verbaas me er echt heel erg over. Ik vind het geweldig om door alle fan arts heen te scrollen. En ze uit te kiezen. En liken en zien. Oh my god, ik hou er enorm veel van. Wat ik wel jammer vind, is dat ik helaas niet iedereen kan laten zien, want het zijn er echt enorm veel zoals je kunt zien. Maar niet getreurd, want je maakt natuurlijk weer gewoon kans om in de volgende Fan Friday te komen. Voor de volgende week heb ik namelijk weer fanarts nodig, maar dan met het getal 3, omdat volgende week vrijdag het nog maar 3 weken zal zijn. Dus als je daaraan mee wilt doen, hoef je alleen maar je fanart op Instagram te zetten, mij erin te taggen en ervoor te zorgen dat je account niet op privé staat. Voor mij mag je account op privé staan, maar dan kan ik het niet zien, dus dat is wel zo handig. En dan is het nu tijd om de cover art van Brick Wall met jullie te delen en ik vind het zo ontzettend spannend, want ik weet het natuurlijk al een tijdje. Maar ik wilde het heel erg graag bewaren. Omdat we natuurlijk de aftelparty aan het doen zijn. En iedere week wil ik iets nieuws aan jullie geven. Oké, ik ga gewoon een drumroll geven. En dan krijgen jullie het vanzelf te zien. Here we go! Nou jongens, zo ziet hij eruit. En ik ben er enorm trots op. Ik vind het zelf echt heel erg gaaf eruit zien. En daarbij was de fotoshoot hiervoor zo enorm tof. Het nam plaats in een hotel. Maar niet gewoon in een hotel. Maar echt in de kelder van een hotel. Dus dat vond ik zelf al heel erg gaaf. Want ik hou heel erg veel van het ontdekken van plekjes waar mensen eigenlijk niet zo heel erg vaak komen. Dus het was eigenlijk gewoon één hele grote lege kamer. En ze hadden heel veel gave dingetjes die eigenlijk niet zo vaak gebruikt werden. En daarbij was er ook een hele toffe stenen muur. En dat is brick wall dan in het Nederlands. Stenen muur. Dus daar hebben we deze foto voor gemaakt. Maar zoals je kunt zien kun je dat niet terugzien in de foto. Want eigenlijk heb ik samen met de designer besloten dat het wel wat leuker was om er gewoon een kleurtje achter te zetten. Het was lastig kiezen, maar ik vind het op deze manier gewoon wat beter passen bij het liedje. En daarbij hebben we natuurlijk gewoon de stenen muur erin getekend. Dus ik ben er zelf enorm blij mee. Maar in ieder geval, dan weet je nu hoe de cover art eruit ziet. En oké, ik ben echt heel erg blij dat ik het nu eindelijk met jullie heb kunnen delen. Dus yes, nog maar 4 weken tot Brick Wall. Weird product testing. Ik was laatst in de winkel en daar zag ik iets heel erg gaafs. Namelijk deze super toffe spray-on nagellakjes. En dit was in de As Seen on TV sectie. En dat is heel erg populair in Amerika. Het is namelijk gewoon een hele tv-zender waar ze alleen maar dingetjes verkopen op tv. Je kan het dan kopen via de telefoon, maar je kan het ook kopen in de winkel. Dus daar heb ik het gevonden. En ik heb wel vaker hier video's over gezien. Maar het leek me gewoon ontzettend leuk om het ook zelf uit te proberen. Want ik ben hier gewoon te nieuwsgierig naar. Dus dat lijkt me echt heel erg leuk om te doen. En daarbij vind ik ook dat het ontzettend goed aansluit bij iets dat heel actueel is. Misschien heb je er al over gehoord, maar op dit moment is 3FM Serious Request bezig met geld ophalen voor het goede doel. En je kan zelf geld doneren, maar wat je ook kan doen is een actie opzetten om geld in te zamelen voor het goede doel. En ik heb gehoord van een hele dappere jongen genaamd Tijn. En hij heeft een ongeneeslijke ziekte en hij heeft zoiets tofs bedacht. Hij heeft namelijk iedereen uitgedaagd om je nagels te lakken voor het goede doel. En als je het lakt, dan doneer je 1 euro. En als je het niet wil lakken, dan doneer je 10 euro. Dus als je er meer informatie over wilt weten, zet ik een link in de beschrijving onder deze video naar het verhaal van Tijn. En laten we dan nu onze nagels gaan lakken. Yes! Oh, ik ben hier zo ontzettend benieuwd naar. En de kleuren die ik heb uitgekozen is een zilver. Er staat sexy silver op. En hier heb ik party pink. En het zijn dus gewoon twee spuitbusjes. En hierin zit nagellak. En ik vind het zo'n ontzettend raar idee. Allereerst staat erop dat je het moet gaan schudden. Dus laten we dat maar eerst eventjes doen.
Wow, mijn armen zijn enorm moe. Maar ik heb ze geschud. Het is me gelukt. Het was ook echt super moeilijk. En dan ga ik deze zilveren kleur openmaken. Wow, oh, dat ruikte heel erg chemisch. De tweede stap is om een base coat op je nagels aan te brengen. Maar dat heb ik al gedaan. Het is eigenlijk gewoon een doorzichtige laag nagellak. En op die manier blijft nagellak beter plakken. En ik gok deze spuit nagellak ook. En daarbij heb ik echt het gevoel alsof dit totaal niet gaat werken. Ik vind het gewoon zo'n ontzettend apart idee. Maar ik vraag me ook eigenlijk wel af wat jullie hiervan vinden. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. Of je denkt dat het gaat werken of niet. Zet deze video eventjes op pauze. Ja, heb je dat gedaan? Goed zo, dan gaan we het nu uitproberen en kijken of je gelijk hebt of niet. En er staat bij dat ik het ongeveer van 8 centimeter hoogte moet uitproberen. Daar gaan we dan, jongens. Dat is spannend. 1, 2, 3. Oh, lukt niet. What? Dat is heel veel glitter. Ha, ik ga... Zo. Wow. Wow! Dat ziet er tof uit, jongens! Nou, dit was de eerste vinger en dan ga ik nu door naar de tweede. Beter, dus... Oh! Oh! Je kan er nog harder in drukken. Oh my god, oké, laat ik dat even doen. Wow! Oh my god! Dat ziet er zo gaaf uit! Er zitten nu echt allemaal verschillende soorten glitters hier in de lucht. Ugh. Oh, en mijn nagels beginnen nu ook allemaal mat te worden, jongens. Dat is wel jammer, want het is hartstikke glitterig. En je wil natuurlijk dat het glittert. Ik wil nu graag de roze kleur gaan uitproberen. Dus ik ga deze ook nog even schudden. En dan gaan we. Ik spuit er nu roze op. Blech. Wow. Oh my god. Deze kleur. Wow. I love it. En dan moet ik het nu eventjes 2 tot 3 minuten laten drogen. De volgende stap is om een topcoat eraan toe te voegen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dit is ook weer een doorzichtige laag nagellak die je nagellak beschermt. Zo. Kijk dan hoe enorm tof dit eruit ziet. De glitters zijn heel erg heftig. En dat zie je eigenlijk niet zo heel vaak in een goede nagellak. En op zich vind ik de nagellak over mijn vingers ook niet zo heel erg. Ik vind het wel een grappige look. Maar tegelijkertijd zou ik er ook niet mee over straat durven lopen. Dus dat moet er wel zeker van mijn vingers af. Maar in ieder geval moet ik deze toplaag eventjes laten drogen. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Dan is het nu tijd voor de uiteindelijke test, jongens. Ha! Ik heb hier dus een kommetje met water en er een beetje zeep in gedaan. Ik doop het hier in het kommetje met water. Ik moet het er wel gewoon eventjes zelf afwassen. Oh my god. Ja, het werkt. Het gaat echt super makkelijk van mijn vingers af. Dat had ik absoluut niet verwacht. Ook een beetje van mijn hand. De glitters eraf. Oh, ik geef mijn hand een bad, jongens. Yes. Zo ziet het er uiteindelijk uit. Ik vind de nagellak op de nagels echt super mooi geworden. Ik vind de kleur echt heel erg gaaf. En het was heel makkelijk om het van mijn vingers af te wassen. Maar wat ik wel wat minder vind, is dat je het wel heel erg goed nog op de nagelriempjes kunt zien. En ik denk dat het is omdat ik een beetje slordig ben geweest met het doorzichtige nagellak. Maar ja, het is wel een beetje lastig, want het is doorzichtig, dus je kan het niet zien. Maar op zich is het wel een heel erg leuk proces. Wat ik jammer vind, is de geur en dat de glitters overal naartoe gaan. Maar uiteindelijk zou ik het toch nog wel een duimpje omhoog geven. Dus wat mij betreft is deze helemaal goedgekeurd. Ja! Yeah. 20 second rap out. Ezra, Fatima, Laura, Iris, Janna, Amber, Deja, Desiree, Anna, Maria, Zana, Levana, Samira, Sandra en Larissa, Elena, Dames, Beauty Girls, Jenna en Clarissa, Panda Girl, Onnefan, Volley Volley Girl, Lynn, Sanne Games, Danielle, Fox, Happy Kim, Fanny Van, Gameren, Patrick Hogers en Lara, Thomas, Jessie, Bessie, Britt, Eva en Sarah. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om het een duimpje omhoog te geven. En de vraag van vandaag is, als je één ding in je leven makkelijker kon maken, wat zou het dan zijn? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!